was Kiss of the Spider Woman met in de hoofdrollen René van Kooten, Marjolein Teven en Alex Klaassen. Het is een prachtig verhaal over een politieke gevangene en zijn celgenoot die vervolgd wordt vanwege zijn homoseksualiteit. De twee zijn elkaars tegenpolen, maar langzaam ontstaat er toch een band. Vanaf eind oktober is Kiss of the Spider Woman weer in Amsterdam-Noord te zien. Natuurlijk zijn ze vanavond hier. Twee van de drie hoofdrolspelers, dames en heren. René van Kooten en Marjolein Teven met Kiss of the Spider Woman. Stop, René. Sorry, wat is oktober is Kiss of the Spider Woman opnieuw te zien in Amsterdam-Noord. En natuurlijk zijn ze vanavond hier. Twee van de hoofdrolspelers, René van Kooten en Marjolein Teven met Kiss of the Spider Woman. Ik dacht nog voorbij, als veertje zijn we vrij. Misschien niet morgen, dan de morgen daarna. Staan de koppen in de krant en gaat het nieuws van land tot land. Misschien niet morgen, dan de morgen daarna.